Ja, hoe lang heeft de nederlaag tegen PEC bij jou nog doorgedreund? Ja, één dag denk ik. De dag daarna is altijd wel zuur in de avond. Maar daarna moet je heel snel omschakelen en gewoon focussen op de week erop. Ja, want het was wel onnodig hè, dat je hem in de laatste seconde weggeeft. Ja, het was onnodig en ook onverdiend vond ik. Dus het is altijd heel zuur. Nu wacht Go Ahead Eagles. Nou, jullie hebben ongetwijfeld je huiswerk gedaan. Wat voor indruk heeft die ploeg op jou gemaakt? Ze hebben een goede spits. Dat is voor mij natuurlijk waar ik het meest naar kijk. Dus het wordt wel een lastige wedstrijd. Ze hebben ook gewoon heel vorig seizoen laten zien wat ze kunnen doen. Ik denk dat het niet makkelijk wordt, zou ik zo zeggen. Nu is het begin van het seizoen, hè? Dus dan weet je nooit wie er boven en onderin mee gaan draaien. Tenminste, van veel clubs niet. Go Ahead Eagles kan misschien wel een concurrent van jullie zijn, hè? Ja, dat kan. Ik denk dat we sowieso tegen dat soort teams ook moeten proberen om punten te pakken. En daarom is het heel belangrijk. Ja, als jullie een tikje hebben gehad tegen PEC, dan heeft Go Ahead Eagles al een behoorlijke klap met de hamer gehad. Want die hebben twee keer in de laatste minuut verloren. Speelt het nog mee, denk je? Ik denk dat het natuurlijk wel een klein beetje meespeelt. Ik weet niet hoe het bij hun hoe is gegaan zeg maar, in de groep. Maar ik denk dat wij nog wel gewoon veel vertrouwen hebben. We hebben gewoon laten zien dat we twee goede wedstrijden hebben gespeeld tegen Heerenveen en tegen PEC ook. Dus ik denk dat moeten we ook niet vergeten. En als je dan zo weggeeft, ja, dat kan gebeuren. En dan moet je ook gewoon jezelf en de groep moeten zich gewoon overheen zetten. En gewoon weer focussen op de volgende wedstrijd. Dus. Ja, want dat overheerst wel het goede gevoel van het goede spel. Ondanks die nederlaag in de laatste seconde. Ja, dat sowieso. Joost Malima werd aangetrokken deze week. Dacht je toen van shit of dacht je juist van, nou kom maar op? Nee, ik dacht kom maar op. Concurrentie is altijd. Dat heb je bij elke club. En nu is het gewoon aan mij om goed te blijven spelen om mijn plekje te houden. En dat is het eigenlijk. Ben je tevreden over je eigen spel eigenlijk in die eerste duels? Ja, ik ben wel tevreden. Ik bedoel, aan het einde van de wedstrijd tegen Zwolle gleek uit. Dus dat is altijd wel zuur. Maar het is niet echt iets wat je kan voorkomen. Soms gebeuren dat soort dingen gewoon. En als je verdediger bent, dan kan het heel fataal zijn. En dat is dan gewoon gebeurd. Maar dan moet je gewoon ook mee leren omgaan en doorgaan. Ja, je verwacht gewoon de komende weken, als jij gewoon je spel haalt, je eigen niveau haalt, verwacht je gewoon in de basis te staan? Ja, ik denk dat moet ik zelf afdwingen. Dus zolang ik goed blijf spelen, dan zie ik niet waarom dat moet veranderen. Nee, hij moet eerst maar laten zien dat hij beter is. Precies. Het is gewoon een concurrentiestrijd en dat is overal zo. En de beste zal spelen.